Jullie hebben allemaal op bladzijde 42 de eerste e-mail vertaald. Ik heb van een van jullie de vertaling ingescand. En hier zitten een aantal fouten in dat de meeste van jullie gemaakt hebben. Dus ik ga hier even doorheen. Ik noem de meest gemaakte fouten op. En mocht je zelf nog andere op- of aanmerkingen hebben of denken van waarom is dit fout of wat, ik had dit toch anders gedaan, schiet me dan nog even aan. Goed. De mail. Hallo Christian, jetzt schrijf ich mal auf Deutsch. Deze keer schrijf ik in het Duits, is keurig netjes. Ich bin schon 3 Wochen in Deutschkurs. Ik ben 3 weken in Duitse cursus. In is niet zo heel erg netjes. Ik volg nu 3 weken een Duitse cursus. Ik heb nu 3 weken een Duitse cursus. Ik zit nu 3 weken op Duitse les. Kan allemaal af. Ich kenne schon viele Wörter. Ik kan al veel woorden. Ken, zou ik zeggen. Ik ken al veel woorden. Oké. Nou, dan komt er een fout die jullie bijna allemaal gemaakt hebben. Am Vormittag bin ich hier im Büro, am Nachmittag bin ich im Kurs. Hou in de gaten. Vormittag, dat is de ochtend. Mittag is precies dat deel van de dag om 12 uur. Alles daarvoor noemen we vormittag, dat is dus wat wij ochtend noemen. En alles daarna is wat wij nachtmittag noemen. Dus dat noemen wij gewoon middag en geen namiddag. Ja? Oké. Am Abend lerne ich noch zu Hause. In de avond of 's avonds leer ik nog thuis. Het is erg vermoeiend. Das ist anstrengend, aber auch sehr interessant. Anstrengend, vermoeiend, inspannend. Het is allemaal goed keurig vertaald. Maar wel zeer interessant. Is heel netjes. Jetzt habe ich Pause. Nu heb ik pauze. Heel goed. Mijn collega's. Ik zou hier een lange ei gebruiken. In het Duits doen we het wel met een korte. Mijn collega's drinken café. Mijn collega's drinken koffie. Eine collega, mehrere collega's. Mijn collega drinkt. En mijn collega's drinken. Hou dat in de gaten. Dit is meervoud. Ze zien alles zeer net. En daar komt weer zo'n fout aan. Ze zijn alle zeer netjes. Nee, net is niet netjes. Net is vriendelijk of aardig. Ze zijn allemaal erg aardig. Ze zijn alle zeer net. Ze spreken goed Engels. Ze spreken allemaal goed Engels. Dat ging bij iedereen wel goed. Aber sie benutzen immer den Familiennamen. Dat is niet familienaam. Wij zeggen achternaam. Keurig vertaald hier. Ik zou er N van maken. Pas op dat je bij die vertalingen ook gewoon Nederlandse woorden gaat gebruiken. En niet in tempo eventjes er doorheen juist. Want dan krijg je dit soort fouten. En wij zouden zeggen, ze gebruiken alleen de achternamen. En ze zeggen, sie nicht du. Sagen sie nicht du. Aber wir sind doch Kollegen. Maar we zijn toch collega's. En ook hier zie je, nicht. Ik zou zeggen niet, dat is misschien beter Nederlands. Hast du viel Arbeit? Heb je veel werk? Heb je een druk? Is allemaal goed. Wann machst du morgen Feierabend? Moet je morgen tot sluitingstijd? Dat is wel een hele vrije vertaling. Feierabend wil zeggen het moment waarop je klaar bent met je werk. Dat heeft niets met feest te maken, dat met vieren. Feierabend is het moment dat je klaar bent met je werk. Dus wann machst du morgen Feierabend? Wanneer ben je morgen klaar met je werk? Oder bist du morgen nicht da? Of ben je daar morgen niet? Waar morgen niet? Nee. Of ben je er morgen niet? Hast du am Abend ein bisschen Zeit? Heb je 's avonds een beetje tijd? Oder arbeitest du? Of moet je werken? Het wordt hier wat rommelig, de scan is niet helemaal goed. Maar ik ga gewoon maar even door, want er zit nog een vakje bij. Hier ook in deze vertaling, wat ik bij meer heb gezien. De tekst luidt: Du isst oft im Restaurant zu Abend. En dat hoor je niet te vertalen met je bent vaak in het restaurant 's avonds. Nee, essen komt van het werkwoord essen. En zoals je weet, sterke werkwoorden, eten, at, gegeten is een sterk werkwoord.
Sterke werkwoorden krijgen in de tweede en derde persoon enkelvoud een EI-wegzoon. De E verandert dan in een I, dus het is I-esse, du ist, er ist, wir essen, wir est, sie essen. Dus du ist of in restaurant, je eet toch vaak in het restaurant. Gehen wir morgen zusammen essen? Zullen we morgen samen gaan eten? Morgen is het vrijdag, am vrijdag lerne ich nicht. Morgen is het vrijdag en vrijdags leer ik niet. Nou, dat was zo'n beetje de vertaling die je eigenlijk had moeten doen. Pas op voor dit soort slordigheden. Und en nicht, houd dat in de gaten. Het staat een beetje raar. En voor de rest zag dit er wel netjes uit.